Bijna 20.000 mensen in Nederland zetten zich in als vrijwillige brandweer. Naast mij staat Hein Hogeveen. Nu komen er regels vanuit Europa die de vrijwillige brandweer in Nederland onmogelijk maken. Europa zegt, je moet een contract krijgen, je moet werknemer worden en je mag je niet meer vrijwillig inzetten voor de brandveiligheid in bijvoorbeeld Vught. We staan hier bij het torentje van Mark Rutte. We staan hier aan het Binnenhof in Den Haag. Wat vind jij dat de politiek nu moet doen? Ik vind dat de politiek, als ze op de hoogte is van hoe het systeem nu werkt, hoe wij het georganiseerd hebben als vrijwillige brandweer, dat werkt. En dat moeten ze onderkennen. En ik vind niet dat daar aan getornd hoeft te worden. Nu gaat het nog. Het is 5 voor 12. 20.000 mensen, die hebben we nodig. Ik vind dat we dat als Nederland moeten vasthouden. En dat we met z'n allen trots kunnen zijn en blijven op die vrijwillige brandweer. En dat nog blijft werken. En ik ben bang dat als die regels doorgaan en wij mensen gaan verliezen, dat wij niet meer de zorg kunnen leveren die we nu wel kunnen leveren.